Vrienden, daar zijn we dan. Ja, en nou gaan we wel hopen dat de techniek ons niet in de steek gaat laten. Want vorige keer, dat was echt, echt dramatisch. Vond ik zelf. Ik bedoel, en dan ben ik nog niet eens, zit ik niet ineens nog aan jullie kant te kijken. Want ik denk van ja, wat gebeurde er allemaal? We hadden geen geluid en we hadden geen beeld. Nou, en uiteindelijk ging dat beeld ook allemaal weg. En wifi en gedoe en geklooi. Nou, we hebben ons technisch een beetje verbeterd. We hebben een ander cameraatje erbij. Hier, kijk, dit ding hier zo. Zie je, dat is van een nieuw cameraatje. Dat schijnt mooier te zijn. Nou, oké. De groeten uit Den Helder, zegt Cor. Nou, de hartelijke groeten terug daar in Den Helder. En ik had ergens nog een vraag staan. Dat weet ik nog, was van vorige keer. Over, ik weet niet meer precies wie hem gesteld heeft, maar goed, die weet dat nog wel. En die zei van, ja, kun je het nog even afmaken wat je toen vertelde? Nou ja, goed, wat gebeurde er bij Bieten, ja? Ik moest het VVCS-gala presenteren ik voor de voetballer van het jaar. En noem alles maar op, scheidsrechter van het jaar, dus, stopscoren, de hele klerenzooi. Nou goed. En dat was groot in Den Haag, grote zaal, hele voetballerij aanwezig. En ik zong Bieten, ja, dat was de opening. Met een balletje, zie je het voor je? Moest ik allemaal oefenen, een balletje, moest ik allemaal tussendoor, hoe moet ik lopen, hup, links, rechts, door het balletje heen. En ik denk, nou weet je, ik duik, hup, vol met de microfoon, duik ik, dat bijna het hele Nederlands elftal zat daar. Dus ik denk, nou, huppakee, daar gaan we, Bieten, ja, ja, wij gaan naar Afrika. En niemand zong mee. Niemand van het Nederlands elftal, niemand durfde ook maar het woord Mofrika in zijn mond te nemen. Dus iedereen, boep, kaken op elkaar. Dus dat werd een beetje een ongezellig gebeuren. Zo was dat. Maar goed, dat had nog een klein staartje, die VVC's, die vertel ik er nu nog even snel achteraan. Erik Gerrit zat in de zaal van PSV. En ik zei alleen maar tegen de zaal, hoe komt het nou dat in alle landen gewoon competities worden omgekocht? Er zijn overal omkopingsschandalen. Ik bedoel, in België, in Frankrijk, in Italië en in Spanje en weet ik veel, overal in Rusland hebben we omkoopschandalen gehad. Behalve in Nederland. Dat zei ik. En ik zei alleen maar, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan nou de hele wereld keurig omkopen? Die zijn allemaal heel geroutineerd daarin. En Nederland doet daar niet aan mee. Ik wil dat wij daar ook aan meedoen, zei ik. Erik Gerrits, ja, jij zit hier in de zaal. Erik, jij weet, want die had omkoopschandaal achter de rug bij Standaard Luik. En speelde toen voor PSV. Ik zeg, Erik, jij weet hoe dat gegaan is toen in België. Dus jij hebt ervaring met het bekende omkopen, hoe dat moet. Dus leer die Nederlanders nou even hoe je met enveloppen moet schuiven en hoe je afspraakjes maakt op parkeerplaatsen en noem het allemaal maar op. Dat was dus mijn laatste gala wat ik ooit gepresenteerd heb, want dat vond de voetballerij niet zo leuk. Nee, de groeten uit Meerhoven, zegt Mark, en de groeten terug aan Meerhoven, en de groeten, zegt Patrick, uit Purmerend. Purmerend, ook de groeten terug. Ja, leuk. Purmerend, leuke plaats. Wat was het leukste moment, staat hier, van het programma van de regia's? Poeh, dat is even lastig, zeg. Nou, dat zou ik er niet eentje kunnen aanwijzen, hoor. Hé, dat is een veel te moeilijke vraag. Het leukste uit de regia's, hallo. Nou ja, dan schiet me er eentje wel te binnen, is natuurlijk wel Sicora. Maar, daar kan ik bij vertellen, bij Sicora. Laat mij dat nu even vertellen. Je weet nog wel, dat is cirkel is rond. Die bal op het raam schieten. Maar hij schoot dus eerst. Die Sicora schoot alles aan flarden wat er was in dat huis. Spiegeltjes, ruitje eronder, nog een ding stuk. Weet ik veel wat allemaal. Het raampje was niet zo groot. En ik stond daar. Maar, was allemaal niet voorzien en niks aan de hand. Ik sta en hij schiet de bal niet door dat smalle raam waar hij doorheen moest. Hij schoot hem door het grote raam ernaast. Dat weten we allemaal nog.
Hilarisch, ontzettend leuk, heel geestig, maar ik stond erachter. Ik draaide me nog net op tijd om en boem, al het glas vloog daar door die kamer heen. En ze zijn 2 uur bezig geweest met de splintertjes uit mijn hoofd te halen. Mijn achterhoofd. Stel je voor, ik was niet omgedraaid. Ik had te laat gereageerd. Dan had ik alles boep zo in mijn gezicht gehad. Nee, mijn hele achterhoofd hier tot daar zat helemaal onder glassplinters. Dankzij Sikora. Maar goed, achteraf in de montage heb je mij niet meer gehoord. Want het was inderdaad een heel leuk onderwerp. Ja, Gilbert die vraagt, hey Harry, welke keeper zou je goed vinden als Onana weggaat? Ja, hallo, wie hebben we daar staan? We hebben, ik lees nu de hele tijd, als je dan toch iemand zou moeten kopen en iemand zou moeten nemen, dan zou je Krul moeten nemen. Nou, ik heb hem weer gezien, die Krul. Nou ja, hey, hallo. Daar is echt helemaal niks mis mee hoor, met die Krul. Nee. En die heeft zijn hele opleiding gehad nu in Engeland. Dus die weet van douwen en knallen en doen en weet ik veel allemaal. Buitengewoon goed met strafschoppen. Dus ook niet onhandig als je die een keer tegenkrijgt. Of je komt in een penalty serie terecht. Dus ja. En is Krul dan beter dan Silas? Ja, dat is een beetje. Dat is een beetje moeilijk. Maar goed. Hé. Hey. Laten we zeggen, waarom niet Krul? Ja, we nemen Krul. Zo doen we hem, ja. Die zegt, Robbe, nog een succes, zegt Jeffrey van den Berg. Gaat het wat worden eigenlijk? Dat is je vraag met Robbe. Ja, Robbe is natuurlijk een heel speciaal geval, jongens. Want ja, ik moet wel allereerst iedereen in Groningen feliciteren. Want dit is natuurlijk ongehoord voor de stad Groningen. Voor de club Groningen. Dat een grootheid als Robben maar überhaupt terug wil komen. Of nog een keer zijn kunsten wil vertonen. Want in eerste instantie zou je denken, Arjen laat zitten, waar begin je aan? Maar dat heeft hij zelf ook allemaal al bedacht. Als je goed geluisterd hebt naar de persconferentie van hem, dan kon je horen dat hij alle fases van wat er allemaal zou kunnen gebeuren, die heeft hij allemaal zelf in zijn hoofd doorlopen. En uiteindelijk, wat we daar zien, is dus een gozer van 36 jaar, die gewoon nog kipfit is, want dat is hij. Zag er goed afgetraind uit. Die heeft er zin in. Ja, die mist gewoon de kleedkamer. Die mist de lol, de gein onder de douche. Het gaan naar de training, die wedstrijden, dat zal hem nog een rotzorg zijn, maar dat mist hij allemaal. Ja, en hij denkt, hoe krijg ik dat weer terug? Nou, dat kan via FC Groningen, kan hij nog even 1-2 jaar lol hebben. Ja, en waarom niet? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, niet doen. Arjan luistert daar niet naar, daar heeft hij groot gelijk in. Want waarom zou hij het niet doen? Het is zijn lol, het is zijn leven. Hij wil nog 1 keer het laten zien bij Groningen. En waarom niet? En waarom? Ja, dat is hem. Enige punt wat ik daarbij heb. Naarmate hij ouder wordt, gaat het niet zo worden dat die spierblessures wegblijven. Nee, die komen zelfs eerder nog dan vroeger. Maar bij Bayern München had hij een dokter. En dat vergeet iedereen. En dat was dokter Wolfaert. En dokter Wolfaert, die zorgde ervoor dat hij zijn allerbeste jaren had bij Bayern. Want Arjan Robben was in die periode bijna nooit geblesseerd. Speelde het hele seizoen. Totdat de heer Wolfaert wegging. Dat is een specialist op het gebied van spieren. En die spieren, dat is nou het probleem bij die Robben. Ja, die scheuren heel makkelijk af, omdat hij zo explosief is. Nou ja, is het maar de vraag. Want die Wolfaert was weg en daarna was Robben dus weer geblesseerd. Ook bij Bayern. Dus nou is het maar de vraag, heeft Groningen een dokter Wolfaert? Want dat zou hem dus heel kunnen houden. En dan zou Groningen nog heel veel plezier van
Robben kunnen hebben. En ik hoop ook voor Groningen, een echt gemeente hoor. Ik bedoel, we hebben wel eens een beetje bonje gehad met elkaar, Groningen en ik. Maar, nu niet. Ik hoop echt voor Groningen en voor iedereen daar, dat het ook voor Robben zelf, dat het een groot succes mag worden. De laatste tijd kijk ik ook veel Barcelona. En ik weet je wat ik... Je moet eens gewoon eens naar die Messi kijken. Die Messi die is weer scherp. Die Messi die heeft er gewoon weer zin in. Die Messi vindt op de een of andere manier vindt hij het weer leuk. En hij is energiek en hij legt heel zijn hart erin. En hij is echt... Ik bedoel, het is echt een feest om de laatste weken Messi te zien. Dus dat zou ik tegen iedereen willen zeggen. Kijk naar Barcelona en kijk vooral naar Messi. Arend de Vries. Ja, of ik Gené heb gezien. Oh, hallo zeg. Ja, die heb ik zeker gezien, ja. Ja, daar zat een man. En die had echt zo'n... Even kijken, hoe kan ik hem maar aanwijzen? Zo'n grote bezem in zijn achterzak. Ja, maar dat hebben ze... En dat heeft hij overgehouden uit zijn tijd bij RTL. Want bij RTL, daar hebben ze een cultuur van... Hoe kan ik mijn straatjes schoonvegen? Die zijn altijd en elke dag zijn die mensen die bij RTL werken bezig met hoe kan ik mezelf indekken? Oh, als ik dit doe, dan moet het wel ingedekt zijn. En als ik dat zeg, dan moet dat wel, dan moet ik uitkijken voor die en die en die en die. Dus niemand neemt enige verantwoordelijkheid voor wat dan ook. En dat is het, want je moet met je bezempje de hele dag je straatjes schoonvegen daar. En dat deed die Gené ook. Sterker nog, hij had zo'n bezem en hij had er nog een dweil bij. Om zeker te zijn dat zijn straatje schoon was. En hij werd eigenlijk een beetje geduld daar bij op één. Want die hadden natuurlijk leuke appjes naar hem gestuurd. Zo van... We vonden zo'n leuke uitzendingen, dit en dat en dat. Dus hij dacht van, oh, ik word daar waarschijnlijk wel een beetje met fluwelen handschoenen, word ik daar behandeld. Nou, het tegendeel was het geval. Pauw die had de messen geslepen en die mevrouw die ernaast zat ook. Dus hoep, 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 hoep. En hij kreeg ze aan alle kanten om de oren. En die ging, die Gené, ja, neem het van mij aan, zeer teleurgesteld naar huis. Want die dacht, hé, nou ben ik toch een beetje genaaid. En in Grollo zat er iemand zo in zijn handen te wrijven. En die dacht, net goed. Tot zover Gené. Ja. Ik heb Snijders het boek nog niet gelezen. Maar ik zie dat hier staan, Danny Rijmer. Maar Danny, luister even goed. Wat ik nou zo flauw vind, dat ze het is illegaal, gaan ze dat lopen verspreiden. Nou, dat vind ik nou zo flauw. Dat vind ik nou zo kinderachtig. Dan hebben die Jansma en die Snijder, die hebben daar een hele tijd aan gewerkt. En laat die mensen dan ook hun geld verdienen. Waarom niet? En waarom ga je dat nou illegaal al gauw, oh, lekker gratis, lekker verspreiden? En, nou zeg, dat vind ik nou zo tien keer niks. Nee. Gewoon naar de winkel gaan, gewoon het boek kopen, klaar. Beste Harry. Zou je niet stadionspeaker bij het Nederlands Elftal worden? Ja, wie vraagt dat? Erwin Vinken. Ja, dat zou ik zomaar kunnen. Natuurlijk zou ik dat kunnen. En de boel een beetje aanjagen. En dan voor een lekkere sfeer zorgen. In de arena of in de Kuip. Ja, natuurlijk kan dat. Ja, laat ze maar bellen hoor. Ik kom eraan bij de EK. Daar gaan we. Ja hoor. Elia naar Twente. Ja, maar ik las ook El Amadi. En kijk, El Amadi zou een hele goeie zijn, hè, King Karim. Ja, voor FC Twente. Als ze die te pakken kunnen krijgen, nou, geen moment twijfelen. Onmiddellijk een pen in zijn handen douwen. En heel gauw laten tekenen. Want dat zou echt een goede versterking zijn. Want dat is echt... Dat was zo lang... Echt de absolute motor voor Feyenoord. Ik bedoel, zonder Karim was Feyenoord altijd bijna 40% minder. Dus ik bedoel, zo belangrijk was hij. En ik kan me niet voorstellen dat hij dat allemaal kwijt is. Misschien een klein beetje van zijn snelheid, maar dit en dat. Maar hij heeft nog steeds altijd nog die drive. En hij pakt nog altijd alle ballen voor je af. Let maar op. En dan zet hij dat elftal toch weer goed neer. Dus... Twente, als je hem kan pakken,
pak El Amadi. Hoop je dat de Cambuur kampioen gaat worden, zegt Richard Tuintjer. Nou Richard, dat hoop ik zeker. Dat hoop ik ook, maar dat hoop ik ook voor de Graafschap. Want ja, je weet het wel, ik heb daar mijn favoriete ploegen, zijn NAC en Cambuur en de Graafschap en Go Ahead Eagles. Dat zijn mijn clubs in de keukendivisie. En ik hoop dat één van die vier, dat in ieder geval minimaal twee dan van die vier, dat die naar de Eredivisie gaan. Dus ja, Cambuur mag voor mij zeker kampioen worden. En al is het alleen over Henk de Jong. Ja. En de Amerikaanse interesse, zegt Rob Owens. Ik heb gehoord en begrepen van Emiel Schelvis, en die is meestal wel aardig geïnformeerd, dat er helemaal geen Amerikaanse interesse is voor Feyenoord. 0,0. Dus dat is gewoon een beetje een Pipo de Clown verhaal, een broodje aap. Dus dat, misschien dat dat heel even gespeeld heeft, maar het is verder niet meer aan de orde. Dus niks Amerikaanse interesse. En dan hebben we een probleem met die nieuwe Kuip, want het wordt financieel een drama. En dan zou je dus moeten denken aan, ga die oude Kuip renoveren. Maar daar ben ik altijd voor geweest. Ik ben altijd van begin af aan nooit geweest voor een nieuw Feyenoordstadion. Ik ben er altijd geweest voor, hey, knap die oude Kuip op, want dat is het gevoel. Daar zit het Feyenoordgevoel, die Kuip dat leeft, dat kan je niet zomaar vervangen. En doe dat nou. En het scheelt de helft van het geld, want het kost maar 200 miljoen. En dan heb je weer een gloednieuw stadion wat mee kan doen voor komende, weet ik veel, hoeveel jaar. En dat is op dit moment de beste oplossing, denk ik. Ja, hoe is het met jullie hond, zegt Irene. Hey Irene. Nou, dat is goed dat je dat vraagt, want ik heb net vandaag en gisteren allemaal opnames gemaakt van Pep. Ja, want zo heet ze, hè? Genoemd naar Pep Guardiola. En ik ga dat morgen, denk ik, monteren. Dus morgen of overmorgen, dan ga je een filmpje zien van onze Pep. Gaat Feyenoord hoge ogen gooien met Dick, zegt Luther Schouten. Nou, ik denk het wel. Want als Dick hebben we het nu goed gedaan. En waarom zou Dick het komend seizoen niet goed doen? Het gaat erom of Feyenoord een beetje de spelers bij elkaar kan houden. Daar gaat het om. Ja. Nu hebben ze ver. Die gaan ze misschien vastleggen. Ze hebben die Kokzuur hebben ze nu verlengd. Nou, dat is fantastisch nieuws voor alles en iedereen die maar begaan is met Feyenoord. Ja, nou ja. En ze hebben die jongen van... God, hoe heet hij nou? Van Fortuna, die hebben ze erbij. Maar ja, of dat nou Feyenoord verder gaat helpen, dat zien we dan wel weer. Het beste, kijk, zolang die Berghuis ook nog niet weg is. En zolang ze een beetje kunnen proberen de spelers te houden die ze hebben. Want ze hebben natuurlijk bijna geen geld. Is bijna geen poen. Nee. Dus het wordt natuurlijk toch een beetje lastig voor Feyenoord om te blijven aanhaken bij Ajax. Ja, dat is het probleem. Gaan we weer ballen door het raam schieten? Nou, dat gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we echt niet meer doen. Weet je wat we wel gaan doen? En dat heb ik vorige keer wel een beetje uitgelegd. We zijn op weg, want bijna 95.000 volgers heb ik al, hè, nu. Wij met z'n allen, als we 100.000 zijn... Ja, dan gaan we dus even een klein feestje vieren bij 100.000. En dan gaan we het als volgt doen. Dan komt, maar dat gaan jullie nog zien. En dan kan je inschrijven. En dan doen we gewoon een verloting. We pikken er 3 mensen uit dan. Als het zover is, hè, bij 100.000. En die 3 mensen gaan gezellig naar een restaurant met mij. In het midden van Nederland. Daar gaan we afspreken. Daar gaan we gezellig zitten eten en gezellig zitten... De oude hoeren gewoon. Ja, leuk. En dat kan je dan winnen. Ja, en dat gaan we doen. Frits Stel zegt nog nieuws over Erwin Koeman. Ja, ik hoorde van zijn broer, van Ronald, dat de operatie erg goed was verlopen. Dus dat ziet er allemaal dan wel gunstig uit voor Erwin. Ze waren er op tijd bij. Ze hadden snel gezien dat hij dus een probleem had met zijn hart. Het is een familieprobleem. Nou ja, goed. En ja, dan moet je natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel een hele pittige operatie. Hè? Poeh, en is het woord pittig misschien nog niet eens het verplaatst. En dat duurt echt maanden voordat je daarvan herstelt. Dus alle sterkte voor Erwin. Daar in Eindhoven. En
Ajax. Robin Oranje, zegt Leon Wolraven. Nou, luister eens even goed. Dat heeft hij misschien wel in zijn achterhoofd. Ja, want onderschat hem niet. Want het is een gozertje met een drive en met een ambitie. En die denkt bij zichzelf, stel je voor, ik blijf heel. En ik heb geen blessures. En ik kom af en toe lekker naar binnen, van rechts. En ik draai ze een paar keer vrolijk, zo, bij de tweede paal, naar binnen daar, in de Eredivisie. En dan, ja, wat gaat die Koeman dan doen, die Ronald? Ja, waarom zou Ronald dan niet zeggen, kom lekker bij de selectie. En of je altijd in de basis staat, dat zien we dan wel. Maar stel je voor, de wedstrijd loopt niet helemaal lekker en je kan een half uur voor het einde nog even Robben erin gooien. Met zijn snelheid. En misschien weer leuk naar binnen komen en hup, met links draait hij hem er vrolijk in. Hey, waarom zou hij dat niet doen? Waarom zou hij dat niet doen? Dus, niet helemaal vergeten nog, Robben, voor het Nederlands elftal. Goeie vraag. Als de Nederlandse competitie weer gaat beginnen, dan denk ik dat ik elke maandag live ga. Dan kunnen we met elkaar, kunnen we even de uitslagen en alles wat er in de Nederlandse competitie is gebeurd, even doornemen. Dus dat lijkt mij een heel geschikte dag. En dan altijd denk ik, altijd rond deze tijd. Dus als zo gauw die competitie gaat beginnen, en dat is ergens half september, nou, dan gaan we gewoon elke maandag om 7 uur gaan we met elkaar even de Nederlandse competitie doornemen. Ja, je mag natuurlijk verder nog vragen wat je wil. Tuurlijk, allemaal goed, allemaal tot je dienst. En daar geef ik ook zeker antwoord op. Nou goed, jongens, let op. Morgen komt een filmpje van Pep. Ja, dat gaan we doen. Ja, en voor nu zeg ik een hele goede avond. En wees lief voor elkaar. Dag.